Ik kwam niet uit dat onderwijs en ik keek er vanuit de buitenkant naar en ik was eigenlijk verwonderd over waarom zitten sommige dingen in elkaar zoals ze in elkaar zitten en zou dat ook anders kunnen? Kun je iets doen aan de ongelijke kansen die kinderen nou eenmaal bij de geboorte al meekrijgen? Zou je daar iets aan kunnen doen als je meer tijd beschikbaar hebt als kind om je te ontwikkelen? Dus als je het thuis niet krijgt of je hebt een slechte gezondheid of andere minder gunstige omstandigheden, zou je dan je beter kunnen ontwikkelen als kind als je meer tijd hebt dan andere kinderen. Zitten blijven is ook een heel bekend iets van waarom moet een kind een heel jaar een leerjaar opnieuw doen omdat je op een paar vakken gezakt bent bijvoorbeeld. Of je hebt de pech dat je in mei een maand in het ziekenhuis hebt gelegen. Waarom moet je dan een heel jaar opnieuw doen? Terwijl je ook gewoon het op zou kunnen pakken en verder zou kunnen gaan. Nou, dat zijn allemaal dingen. De oplossing zit allemaal in tijd en de manier waarop je tijd beschikbaar stelt. Wat de school wilde is eigenlijk wat de maatschappij ook aan opdracht aan een school heeft gegeven. Dat kinderen gelijke kansen hebben op ontwikkeling en dat we ook geen, dat is zelfs een internationaal verdrag, dat we geen onderscheid willen maken tussen het ene kind of het andere kind. Dus ieder kind moet naar school in de buurt kunnen en zich kunnen ontwikkelen naar zijn mogelijkheden. Nou, dat wilden we met de school en het idee was van eigenlijk kan dat niet in een gangbare schoolorganisatie. Voor de school betekende dat concreet dat we 50 weken per jaar open waren, 5 dagen per week, van maandag tot en met vrijdag, van 8 tot 6. En zo kom je op 2.500 uur tijd in plaats van 940 uur. Elke 10 weken wordt er een gesprek gevoerd tussen de ouder, het kind en de leerkracht, een gesprek van een uur. En dan wordt gesproken over het hele leerplan, waar tijd een onderdeel van uitmaakt. Dus kinderen ja, kunnen langer en kortere dagen naar school, maar ook 3 of 4 of 5 dagen per week. En in zo'n blok van 10 weken hoeven ze niet alle 10 weken naar school, kunnen ze ook kiezen om een aantal weken vakantie op te nemen. En als daarover besloten is van nou, zo gaan we het doen, en het wordt pas besloten als niemand daar nou bezwaar tegen heeft, ook het kind niet, dan wordt dat uitgevoerd. Dat wordt dan vertaald naar je week programma en vervolgens naar een dagplanning. Dus kinderen komen binnen, pakken een laadje en weten wat ze die dag, wat hen te doen staat. Als leerkrachten met de hele groep willen werken en ook ongestoord willen werken, dan wordt dat gepland in die tijdsblokken tussen 10 en 12 en 2 en 4, want dan is de afspraak dat er geen in- en uitloop mogelijk is. Dus als een kind zich om 9:55 meldt, die kan ook niet meer de klas in. Want dat is de afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. Krijg je geen straf, wordt er geen melding gemaakt, maar wordt gewoon gezegd van nu even niet, om 12:00 kun je terugkomen. Er ontstaat ook veel minder frustratie als kinderen bepaalde leerstof moeilijker vinden dan andere leerstof. Van, nou, dan ga je dat gewoon nog een keer doen. Want elke groepsactiviteit wordt meerdere keren aangeboden omdat we zoveel meer tijd hebben. Dus vandaag vond ik die les heel erg moeilijk. Nou, morgenmiddag doe ik diezelfde les bij een andere leerkracht en dan begrijp ik het wellicht wel. En als ik het dan nog niet begrijp, dan neem ik in mijn planning op dat ik overmorgen met een leerkracht individueel aan het werk ga. Rust. Vooral heel veel ontspanning brengt dat teweeg en ook bij ouders. Dus de stress die er is van ik kan niet meekomen, ik begrijp de les niet, ik moet bijles volgen of ik moet huiswerk mee naar huis nemen of wow, morgen hebben we een toets en ik ben nog niet klaar. Of de stress in een gezin van oh, we moeten om 8:30 op school zijn en 8:50 is te vroeg, want dan staat je kind nog in de regen op het schoolplein, of 9:55, ja, dan is het echt te laat en heb je weer een melding achter je naam staan. Dat soort dingen is er allemaal niet.